Het is maandag 19 december en het seizoen zit erop. Godzijdank, erg toe aan een beetje vakantie. Ik ben eergisteren thuisgekomen vanuit India. Het is daar goed gegaan, eigenlijk net zoals de afgelopen 5 maanden. 5 maanden geleden zat ik 3 meter verderop en sprak ik mijn eerste videoblogje in. Toen vloog ik naar Australië, Duitsland, Colombia, Halifax, Philadelphia, San Francisco, Rotterdam voor de World Open, Hongkong, Kuwait en India. En een minuut later doe ik mijn ogen open en zit ik weer thuis. Ongelooflijk, life on the road, het gaat super snel. Je bent zo gefocust, zo geconcentreerd bezig. En zoals ik net zei, een moment later is het gewoon, heb je er 8-9 toernooien op zitten. En is 2011 voorbij. Het is hartstikke goed gegaan. Ik heb een aantal mooie overwinningen geboekt. Op Linku 2 keer. Op Palmer 1 keer. En toernooioverwinningen in San Francisco waren mijn hoogtepunten. De dieptepunten wil ik het nu lekker niet over hebben. Ik heb een stap gemaakt richting de top 10 van de wereld. Waar ik waarschijnlijk januari weer in sta. Dus daar ben ik super tevreden mee. Ik ga kerst dan ook heel uitbundig vieren. Ik hoop jullie ook, dat jullie niet te dronken worden. En als jullie dat wel worden, heel veel plezier. Jongens, fijne vakantie. Dit was 2011. Ik ga nu een kerstboom kopen en hem heel lelijk optuigen. Hoi.